veilig op. Wat het voornaamste eigenlijk misschien op mijn bedrijf is dat ik nog een ouderwetse boerderij heb, de Friese stal. Daar heb je de koeien nog op een stal staan met een grupper achter. En wat het voornaamste is dat je vaste mest hebt. Het ligt hier, eind maart wordt het uitgereden. Het liefst zo laat mogelijk in maart dat de vogels zitten. We gaan het veld in. Kom maar mee. Ja, ja. Dan mogen ze vermoedelijk hier ook eens heen. Ja, ja, ja. Ja. Zijn er trouwens meer boeren die later gaan maaien? Ja, ja, en zelf voor de broedvogel, dat je op het nest zit met, hier zit ook veel steenmaat. Dat heb je er net van, ja. Nee, nee. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ze begonnen daar altijd te tellen. Je weet, vorig jaar zaten er 6. Ja, ja, ja. Hoe ga je dat uitleggen? Ja. Zit hier nog wat vis in het water, Murk? Dan moet je even kijken. Ja. Ik ben een leuke meisje. Ja, braaf, blij. Nou, ja. Nee, ja, snoeken zijn niet altijd zo leuk, want die eten de jonge eentjes. Maar moet ik toch zien wat laat. Denk er maar aan. Het is hier best een voer. Ja, ik weet het wel. Nee,
Ik zie nergens een zwaar man. En na 6 jaar of zo, er zijn heel veel foto's beschadigd. Er zitten allemaal paarse strepen op. En een externe harde schijf. Dat twijfelachtig is. Die mensen die stapt er nou aan. Oké, je mag bijwezen. Ik ben bijna gegrepen. Er zit wat in de korf. Het zat je wel niet gezien. Dit is gewoon betoverend. Ja. Ik was even een paar jongen erbij. Oh, wat fraai. Dan is anders ook een medewerker, hè? Ja, precies. Dat heette vroeger anders, hè? Oh ja. Nee, echt. Ik zei, werkwerkers weer lang worden en dat mag dan ook. Is hier een regen? Wat is nou het verschil tussen een regen en een regen? Ik heb het een beter opgeslagen, een beetje, maar dan en dan. Moet kijken. Nee, dat zijn werkokken. Van je vorige keer zei ze dat. Ja, ik weet niet of het lang wordt. Nee, precies. Nee, dat kan niet. Ah, vorige keer was het echt. Wat je mooi is. Waar ik mijn camera nu op richt. Ja. Ik hier in de rug.